Ja, Take Two, hè? Ja, Take Two. Hey mensen, daar ben ik weer met mijn 26e vlog. En naast mij heb ik staan Annette van Miltenburg. En op de achtergrond hoort u de heimachine, maar we gaan nu toch gewoon door. Annette, wat doe jij momenteel? Ja, ik werk bij de Hogeschool Utrecht en hou me bezig met alles wat met ondernemerschap te maken heeft. Ja, dus Annette is mijn nieuwe collega geworden op het gebied van ondernemerschap. En wij kennen al elkaar een hele tijd terug. Namelijk bij het Instituut voor Information Engineering. En ja, we staan hier bij het wikkelhuisje. Maar we staan hier ook aan het water. Dus even hier kijken. Hier is het water. Hier is het water van het... ik geloof dat het van het ei is, maar het is niet van... Maar jij hebt wel wat met water ook, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja. Want vertel eens. Dat ik zwem? Ja, je zwemt onder andere. Ja, 's ochtends om 5:30 hè, liggen we in het water, ik en mijn dochter. Ja. Ja, dan gaan we zwemmen. Momenteel is de EK Masters bezig, daar had ik eigenlijk naartoe willen gaan, maar is niet gelukt. Nee. Nee. Je had er aan mee willen doen als deelnemer. Ja. Ja, dus zo goed kan ze maar zwemmen. Mijn collega's Masters doen mee, dus succes allemaal op dit moment. Ja, leuk. Hey, en wij hebben samen ook wel eens een zwemervaring gehad. Ken je dat nog herinneren? Ja, dat klopt. Tijdens het uitzwemmen. Dat was vrij gênant, daar gaan we het niet verder over hebben. Ja, ik vond het wel erg leuk. Dus toen zaten we ergens bij het Instituut voor Information Engineering in de wildernis. En daar zijn we in ochtends... Ik ben echt benieuwd wat hij nu verder gaat vertellen volgens mij. Dan moet hij niet verder Jawel, ik ga niet alle details, maar het was wel erg leuk daar. Hey, en je gaat nu ondernemerschap doen. En wat is nou jouw belangrijkste ding wat je wilt bereiken in de komende half jaar? Kun je daar wat over zeggen? Ja, goede vraag. Ja. Wat ik de komende half jaar wil bereiken is een opleiding Small Business en Retail Management in Utrecht en Amersfoort die zich heel mooi verder kan ontwikkelen. Ja. Dat is wat ik graag wil bereiken, dat ze verder fijn in hun vel blijven zitten en weer mooie dingen blijven doen. En daarnaast dat ondernemerschap in Utrecht verder op de kaart gezet wordt, zowel binnen de hogeschool als buiten de hogeschool. En dat de hogeschool dat het ook duidelijk wordt welke positie daar verder in gaan nemen. Ja, dat klinkt hartstikke goed. En ik hoop dat wij heel veel gaan samenwerken en dat Amsterdam en Utrecht daarmee mooi samen kunnen optrekken. Ja, nou, dat is mijn wens ook. Dus een nieuwe samenwerking is hier op Fab City gesmeden, dus ook daarvoor kom je naar Fab City!